Dag iedereen, vandaag ga ik een keer iets anders doen. Fast food. Ik ga chicken fingers maken met platbrood ernaast, avocado en sriracha mayonaise. Het deeg van het platbrood heel makkelijk zelf te maken. 1 deel bloem, 1 deel yoghurt en dan kruinen met de dingen die je lekker vindt. In dit geval gemberpoeder, een beetje mosterdzaad, peper en zout. Het deeg zo plat mogelijk maken en dan 2 à 3 minuten per kant grillen. Voor het beslag van de chicken fingers heb je eerst en vooral bloem en chapelure nodig. Een beetje bier voor het beslag, een beetje bier voor mij. Kruiden met peper en zout en alles aan goed mengen. Brood even omdraaien. Zie, dan moeten we een mooie lijn erop. Goed gebakken. De kippenfilet in reepjes, even door het beslag en dan ongeveer 4 minuten frituren aan 180 graden. Als de kip klaar is, even laten uitlekken. Het platbrood gaat op de plank en dan wat geplette avocado over. Heel gemakkelijk, gewoon avocado. Peel die avocado. Peper en zout en dan fijn pletten. En dan afwerken met sriracha mayonaise. Maar als je dat niet hebt, is het gewoon een klein beetje mayonaise mengen met sriracha of een andere chilisaus. En het oog wilt ook wat, dus afwerken met wat bieslook. Geef toe, wie eet er niet een keer graag fastfood? Zeker dit gerecht proberen. Like, subscribe. En smakelijk.